Wat ik met jullie wil doen, is eigenlijk, we hebben een heel kader geschetst gekregen waarom wij duurzaam moeten bouwen. Nou, wij zijn een stapje verder. Wij denken niet dat we ons moeten vragen waarom, we moeten het gewoon doen. En onze klant vraagt iets anders. Die vraagt geen duurzame woning, die vraagt gewoon een woning waar je gelukkig in kan leven. En dat is wat hij wil. En dat wij al zijn andere problemen die ervoor nodig zijn oplossen, spreekt voor zich. Wij noemen het ook leefrijk, want wij willen bouwen aan een woonwijk die de buurt verrijkt en die het leven verrijkt. Vandaar de naam leefrijk. En uiteindelijk zijn de kaders ook aangegeven. De kader is een circulaire economie, maar ten behoeve van de welzijn van de mensen. Want als we dat weten te verkopen, wil iedereen in de circulaire economie. Dus we draaien het om, we laten de klant vragen om de circulaire economie, en dat helpt enorm. En dit beeld begin ik niet voor niets mee, want de eerste lessen die ik als ontwikkelaar heb geleerd, is dat het om de klant gaat. Als je niet weet wat de klant wil en dat hij erin wil wonen, en dat hij een salontafel in zijn entree wil neer kunnen zetten, dan begrijp je uiteindelijk niet aan wie je het verkoopt, en dan kan je het hebben over nul op de meter, circulair, maar het moet verkocht worden, en de mensen moeten erin willen wonen, want ze zijn met andere dingen bezig dan wij hier vandaag de dag. Dit hebben we al gezien, opwarming van de aarde. Dit hebben we ook gezien, het grondstoffenprobleem waar we mee zitten te kampen. En de problemen, sociale problemen die dat met zich meebrengen. Maar wij willen uiteindelijk een oplossing bieden. Dus wij gaan het niet meer hebben over wat de problemen allemaal zijn. Daar zijn andere mensen veel beter in, die kunnen statistiek eraan hangen. Wij willen graag laten zien wat we kunnen. En daar wil ik met een aantal voorbeeldprojecten van nul op de meter nieuwbouw, nul op de meter renovatie, maar ook kantoorgebouwen waarvan het welzijn van de medewerker wat vergroot, wil ik jullie laten zien hoe het vandaag de dag kan. We zijn heel hard aan het rennen in de energierevolutie. We zitten misschien vandaag de dag op 4,5%, maar zullen we maar positief benaderen, we moeten ergens beginnen. En het kan heel hard gaan. Het gaat ook heel hard. Daarnaast zijn we druk bezig met de circulaire economie om dat te vervatten in, in het reguliere bouwen. Want wij kunnen als koplopers hier vandaag de dag het allemaal kunnen, maar uiteindelijk moet iedereen het kunnen. En dat is van essentieel belang. En tenslotte wil ik een project laten zien waarbij het welzijn van de medewerkers centraal staat. Belangrijk is dat we niet meer minder slecht doen, zoals het bouwbesluit, maar dat we het beter doen. Een EPC van 0,4 is nog steeds een woning die energie nodig heeft voor het beeld, voor het verwarmen van de woning en voor het elektriciteitsverbruik van het huishouden. Dus het is gewoon een slechte woning. Even, nou zeg ik dat niet over alle woningen die we hebben gebouwd, maar dat begrijpen jullie. Het gaat erom dat we ons realiseren dat dat de echte onderkant is. Het is een vangnet voor de mensen die op de kantjes willen lopen. Helaas, moet ik eerlijk zijn, hebben wij ook die projecten en kunnen we niet alles op het hoogste ambitieniveau, maar daar werken we hard aan. En jullie weten ook allemaal dat we een probleem hebben, dat zagen we net ook op plaatjes, problemen hebben met de betaalbaarheid van de woning en dat mensen de energielasten niet meer kunnen betalen. Dat zien wij ook in onze woningen en dat zien we ook als reden waarom mensen onze woningen kopen. Dit is even om stil te staan hoe goed de bouw is, want we zijn wel inderdaad winnaar en die. Wij zijn een winnaar. Kijk eens wat we doen. We zijn met z'n allen aan het rennen naar energienota 0,0 op de meter. En de overheid zegt inderdaad energie-neutraal. Inderdaad. Maar energie-neutraal is ambitie voor 2020. Het gaat alleen over gebouwgebonden energiegebruik. In de woningbouw zijn we al bezig met voorbij de norm. We maken EPC's van min 0,3. En ik laat zo meteen een project zien dat we nog verder gaan. En de klant wil het betalen. En de huurder wil erin wonen. En de koper wil het kopen. Heel belangrijk om te realiseren. Want we doen het voor de gebruiker. En we hanteren daar natuurlijk analyses voor. Wij zijn ook dus voor de CO2-prestatieladder gecertificeerd. Dus we hebben ook een analyse gedaan van onze bouwketen. Wat we allemaal kunnen doen om het te optimaliseren. Maar wat wij heel erg nadrukkelijk zien, als wij korte termijn slagen willen maken, moeten we aan het gebruikersgedeelte gaan werken. En dat is de energieverbruik in de woning voor het verwarmen van de woning en voor de laptop, de iPad, al dat soort zaken. Want die stoten al met al veel meer CO2 uit. Dus als we zeggen, daar willen we aan werken, moeten we hard werken aan het energieverbruik. Vandaar energienota 0 en 0 op de meter, om daar stappen in te maken. En voor iedereen die het even het rekenkundige verhaal niet altijd begrijpt van 0 op de meter, dat is een woning die evenveel energie opwekt als dat die gebruikt. En met de huidige wet en regelgeving resulteert dat in een
positieve energierekening. Je krijgt geld van onze overheid en de energiemaatschappij omdat je energie aan het opwekken bent. Dus het is niet dat je geen energielast hebt. Nee, je kan aan zo'n woning verdienen. Dus je bent gek als je het niet doet. En het leuke is wat ik even wil laten zien aan de hand van de stroomversnelling, waar we hard aan trekken met de hele bouwsector. Die woningen hebben nostalgie. Wij zijn woningen aan het renoveren, die hebben een steenkolendepot opslag achter in de schuur. Maar die hebben ook nog de kenmerken van de gasketel zitten erin. En vervolgens vertalen wij het naar een nul op de meter renovatie. En dat zijn we momenteel, dit is een project in Nieuw-Buinen. En zijn we in Nederland dat heel veel plekken met de hele bouwsector aan het doen. En het leuke is, dit gaat er inderdaad, zoals ook de studenten van de TU Delft, met de warme schilden overheen en bijna geen installaties binnen. Want die zit er in een koker. Je ziet het aan de linkerkant, zie je een koker met alle installaties. En het leuke is, daar zie je een heel klein gleufje. En bovenin zien jullie qua zwarte pitjes, stipjes. Dat is voor de flora en de fauna. Wij zijn in overleg met de overheid en met de Natuur- en Milieuvereniging om te kijken ook of we die flora en die fauna, of die vogels, beter kunnen faciliteren. Dus de gierzwaluw, de dwerg, vleermuis, al dat soort zaken. Die nemen wij in het ontwerp standaard mee. Dus we gaan verder. En oh ja, voor de mensen die zeggen, ik wil helemaal geen vleermuizen thuis, die hebben we allemaal. En wees blij dat we het hebben, want anders heb je alleen maar muggen in de tuin. Dus de natuur is niet voor niets zo ontworpen, dus ga daar niet tegen in. Dit zijn de daken van de toekomst. Zo bouwen wij vandaag de dag de daken. Geen dakpannen meer, dus toch alleen maar beton en CO2-uitstoot. Gewoon direct die PV-panelen op het dak is meteen de waterkering. Zo ziet het er van de bovenkant uit. Je ziet het al staan. Dat zijn de woningen voor de crisis aan de linkerkant en dat zijn de woningen na de crisis. Dus dank aan de crisis. Het heeft ons heel veel spirit gebracht. De winkelbodemwezen begon er ook over. Wij maken hele grote stappen. En dit is een beetje, we hebben in die wijk bouwen we momenteel 70 van die woningen. Nul op de meter. Dus geen discussie meer. Zo zien ze eruit. En andere projecten. Dit is de woning van de voorkant. Dus niks, geen geitenwolle sokkenwoningen. Nee, mensen die in wonen, even voor jullie beeld, die zijn trots op hun woning. Die vertellen het aan buren, familie, aan iedereen vertellen ze dat ze een nul op de meter woning hebben. En die zijn er blij mee. En waarom hebben ze het gekocht? Waarom kiezen ze ervoor? Want we doen ook keuze. Ze kiezen ervoor omdat ze niet... Iedereen zal beginnen over terugverdientijden. Iedereen die met mij de eerste gesprekken gaat, wat is de terugverdientijd? Vragen ze niet om. Wij als techneuten bedenken dat soort dingen. Dat wij hun moeten gaan uitleggen wat de terugverdientijden zijn. Kopers van vandaag de dag begrijpen donders goed dat je een woning die heel duurzaam is, waardevaster is. Dat is de reden waarom de corporaties instappen. Dat is de reden waarom de beleggers nu massaal, dat zullen jullie zien dit jaar, massaal nul op de meter woningen gaan kopen. Omdat die waardevaster zijn, toekomstbestendig. En dat is waar duurzaamheid ook om draait. Dus heel belangrijk argument voor de bewoner. Ze willen gewoon iets hebben wat onderscheidend is ten opzichte van wat er nu staat. En ze willen het inderdaad beter doen dan we tot op heden hebben gedaan. En dit is ons laatste project wat binnenkort in aanbouw gaat in mei. Let op, de EPC is negatiever dan dat hij positief is op dit moment in het bouwbesluit. Hè? Min 0,54. Dus hadden we nooit gedacht, hè? 2008 zijn we ooit een keer het lenteakkoord getekend om naar die 0 te gaan, die EPC 0. Dat we nu, we hebben nog niet eens die ambitie in het bouwbesluit om 0 en wij zitten op min 0,54. Niet bij alle projecten, dit is weer het nieuwe stap naar een zeer duurzaam project. En wat trouwens wel leuk is, hier zie je ook vanuit de sociale duurzaamheid, want dat was ook opgave, zie je veranda's aan de voorkant. Dus mensen kunnen ook buiten zitten en dat geeft de dynamiek op de straat. Dus je ziet die uitvraag, wat ik alle opdrachtgevers altijd vraag, stel de vraag die je eigenlijk wil en niet de vraag die je denkt dat de opdrachtnemer kan geven, maar stel de vraag van je ambities, want dan kunnen we dit soort dingen echt gaan maken. Uiteindelijk hebben we het gewoon gewonnen op prijs. Hè. Het gaat uiteindelijk weer op prijs. Dus weet je, het is dus ook concurrerend. Wat ook leuk is te vertellen. We hebben die nieuwbouwwoningen die ik net liet zien. Die hebben we woonklaar opgeleverd. Dat betekent dat de vloeren lagen erin. En beste dames, het aanrechtblad was gekozen door een man. Ik kan je zeggen, ik vond niet de beste keuze. Maar er zat een heel mooi aanrechtblad in. De keuken was gekozen. De vloerbedekking op de zolder was gekozen. De muren waren door de aannemer gekozen wat voor kleur die moest hebben. Nou, wees gerustgesteld, dat was wit. En we dachten, dat gaan mensen niet kopen, hè?
een woning, een nieuwbouwwoning, zoals een bestaande woning, waar geen keuze meer is. Alle 25 stuks zijn ze in 3 maanden tijd gewoon verkocht. En waarom kopen mensen dat? Want ze waren eigenlijk op zoek naar een bestaande woning, maar ze zagen dit product en vonden het zo onderscheidend dat ze liever een nieuwbouwwoning hebben en ze konden er direct in. Dat is een hele andere motivatie dan dat wij traditioneel als ontwikkelaars over nadenken. Tijd voor stap 2. Dit is de cradle-to-cradle filosofie. Wij willen natuurlijk die producten die we ontwikkelen ook binnen de circulaire economie van toepassing verklaren. Niet geheel onbelangrijk. Dus wat we doen vandaag de dag, wij produceren die woningen volledig in de fabriek. Dat zie je op de beelden. Betonnen trappen uit stalen mallen, helemaal maatvast. 2 millimeter afwijking op de bouw, groter dan dat, mag die niet eens de fabriek uit. Dus het is volledig gestandardiseerd, een hele aparte fabriek voor gebouwd. Hier zie je de productie van de badkamer, die is in de fabriek gemaakt. In het werk bouwen we die woning dan ook in 1 dag. Dus dat is ook qua arbeid op de bouwplaats is dat heel groot verschil. En dit is het. Wij hebben de bouw geplemobiliseerd. Dus niet zoals Hennis de Ridder zegt, aan het legoliseren. Want dat zijn steentjes. Nou, iedereen die Lego heeft gebouwd en je bouwt met Playmobil een huis, weet dat je met Lego er veel langer over doet. Wij bouwen dan ook zijn woning in 1 dag. 1 dag hebben we maar nodig op de bouwplaats. En dan is die woning gewoon warm. Kan je er gewoon in slapen, kan je de toilet doorspoelen, kan je douchen, kan je alles doen wat je wil. Zo ziet die woning eruit. De wanden en de vloeren zijn standaard afgewerkt. Je hoeft echt alleen je meubels voor te rijden, je gordijnen op te hangen en je lampen te kopen bij de karwei of waar dan ook waar je het wil kopen. Dit is de keuken. Dit is een mooie blad. Het andere project wat ik vertelde had een beetje bruinig blad. Dus dat vonden wij mooi. Dit is de slaapkamer en dit is de badkamer. Die komt dus zo, hè? Zoals die hier staat, met de toiletrol, gevouwen in een hoekje, net zoals we dat in hotels hebben, komt hij gewoon vanuit de fabriek. Hij is kant-en-klaar, je kan hem meteen gebruiken. Belgische taferelen bij ons. Dit is de eerste woning in de rij. En vervolgens bouwen we dag erna de volgende woning. De betonnen trap zorgt voor stabiliteit van die woning en daardoor kunnen we dit doen. En die woning, een woning die je in een dag in elkaar kan bouwen, kan je ook in een dag uit elkaar halen. Wij zijn nog een beetje aan het stoeien met de wet en regelgeving, of dat kan in de toekomst, want we hebben aanscherpende bouwbesluiten, et cetera. Zometeen lopen we daar spaak mee. Misschien moeten we daar ook een keer over nadenken. Dan kunnen we het dan nieuw gebruiken. Dus wij hebben de bouw geplemobiliseerd. Maar iedereen zag het al, er zat heel veel beton in. En er zitten heel veel grondstoffen in die eindig zijn, die we nog steeds moeten winnen. Voor de toekomst borgen we het in de technische cirkel, maar vandaag de dag doen we dat niet. Dus wat wij hebben gedaan is gekeken hoe we die volgende stap kunnen maken. Dus hoe gaan we die biologische kringloop sluiten en daar gebruik van maken? Want dat is heel erg belangrijk. Daarvoor gebruiken we het motto Inspired by Nature. Als je kijkt naar de biomimicry, waarschijnlijk bij velen van jullie wel bekend, dat zijn de termietenheuvels. Dat je woningen zo maakt dat er automatisch beschaduwing is op het moment dat de zon hoog aan de hemel staat. Al dat soort zaken, de wetten van de natuur gebruiken wij om te kijken hoe we dat kunnen doen. En daarvoor is de biobased economie, die enorm in de opkomst is in Nederland, is een belangrijke drijfveer. We zijn woningen aan het ontwikkelen. Dit zijn voorbeeldwoningen die we hebben bezocht met z'n allen om geïnspireerd te raken wat we er allemaal mee kunnen. Hebben we gezegd van nou, wij gaan die nieuwe standaard ontwikkelen en neerzetten. En wat we doen is, we proberen hetgeen wat we hebben geleerd van het playmobiliseren en geleerd hebben uit de cradle-to-cradle filosofie, uit energie nood tot nul, al die stromingen proberen we bij elkaar te brengen om het beste product voor de klant te maken en voor moeder natuur. Dus wat we aan het doen zijn, we zijn biobased woningen aan het ontwikkelen die uiteindelijk moeten kunnen concurreren met hetgeen wat er nu staat als hoogste ambitie. De achterkant of de voorkant is helemaal technisch. Daar gaan we ook energie opwekken. Daar gaan we zon laten instralen. En aan de voorkant maken we hem helemaal gebaseerd op die biobased economie. En voor ons zijn dit hele belangrijke pilots. Want zo zijn we ook begonnen met de nul op de meter woning. De eerste woning die we hebben gemaakt was pas in april 2013 hebben we de eerste opgeleverd. En dit jaar gaan we er meer dan 300 doen. Hebben we het alleen over nieuwbouw. De renovatie die gaat heel hard komen en die gaat veel hogere aantallen halen. Dus we gaan ontzettend hard. Maar uiteindelijk gaat het om die gebruiken en daarvoor doen we een heel gaaf project. Dat is het project Alliander te Duiven. En daar hebben we de opdracht gekregen om binnen de
ambities van de opdrachtgever. Dat is een circulair gebouw, dat is een energie-neutraal gebouw. Daar hebben we een energie-positief gebouw van gemaakt. Het nieuwe werken en een prestatiecontract voor 15 jaar hebben we de opdracht gekregen om een gebouw te maken dat eigenlijk die gebruiker maximaal faciliteert om gezond het gebouw te gebruiken. Dit is hoe het eruit moet gaan zien. Dit zijn de renderingen. Zo meteen laat ik even zien wat de stand van zaken is. We zijn een heel eind. We moeten rond de zomer moeten we op gaan leveren. Hier staan nog eens een keer die ambities. Heel erg belangrijk. Zo moet het eruit gaan zien. En het moeten heel grote bestaande gebouwen, zoals je hier kunt zien. Bestaande gebouwen hebben we een paar van gesloopt en de rest hebben we overkapt. Hebben we een heel groot atriumdak overheen gegooid. Daar samen met Rauw Architecten en Fokkema en Partners hebben we dat ontwikkeld. Die komt er overheen te hangen en dat hele gebouw wordt ingepakt met een grote atrium. Waar je in kan leven en waarin een tussenklimaat ontstaat vanuit het gebouw en vanuit buiten. En daar krijg je als het ware extra ruimte cadeau met een kleine ingreep. Dit is hoe dit eruit moet gaan zien. Dit wordt een ruimte van ontmoeten en verbinden van medewerkers. En uiteindelijk wordt het hele gebouw 25.000 vierkante meter BVO voor de rekenkundigen onder ons. Hij heeft 1500 plekken om te werken. Dus dat is een hele goede verhouding. Enorm geconcentreerd. En hij heeft ambitieniveau BREEAM Outstanding, contractueel BREEAM Excellent. En we hopen ongeveer in april te weten. En weet wel, dit is een industrieterrein afgelegen van het centrum. Dus iedereen die BREEAM hoog scores haalt, zit vaak op het station. Heel dichtbij, grote winkelcentra's. Kan allemaal punten krijgen ze cadeau. Dit is een oud industrieterrein wat wij aan het upgraden zijn. Dit is even hoe het eruit ziet. Dus die plaatjes zijn niet gelogen. Die planten leven echt. Het hele gebouw wat in het atrium staat, heeft helemaal groene gevel. En dat zorgt ervoor dat de luchtkwaliteit, de luchtvochtigheid in het gebouw heel erg goed blijft. Want je krijgt heel veel droge lucht vanuit de kantoren die erin zitten. Die blazen de droge lucht blazen ze naar buiten. De warme lucht. En wij bevochtigen weer de ruimte zodat het in balans is. Daarnaast geeft het akoestisch een heel fijn binnenklimaat. Wat we ook hebben gedaan, we hebben gezegd, we hebben geen energievraag. We hebben opbrengsten. En hoe hebben we dat gerealiseerd? We hebben alle parkeerplaatsen hebben dubbel gebruik gegeven. Uiteindelijk wekken we hierop, voor jullie beeld, 1,5 megawatt aan energie. Dat is 1,5 miljoen kilowattuur aan energie om het hele gebouw energiepositief te maken. Dat is als een kleine windmolen, kan je het vergelijken. Een grote windmolen op zee doet 6,6, een kleinere doet ongeveer 2 megawatt. Dit is samen met Kuiper Kompions ontwikkeld. De landschapsarchitect, die vanuit stedenbouwkundig oogpunt, want dit was aan de onderkant. Aan de onderkant zie je het water, dat was vroeger de achterkant van het bedrijventerrein, stonden allemaal hekken omheen en er stond allemaal opslag. We hebben gezegd, we draaien het om, we maken het zichtbaar naar buiten en we geven ook een stukje kwaliteitsverbetering. Ook hier wordt de flora en fauna intern heel erg versterkt en gaan mensen gewoon zo meteen rondlopen op het bedrijventerrein en wordt het een ideale plek om te werken. En alles wat we hebben gedaan, ook vanuit de circulariteit, maar ook vanuit de energiepositiviteit, stond die gebruiker centraal. Want als die er niet in wil werken, als die niet zo meteen gaat bepalen dat het gebouw een succes is, dan zijn we bezig om hier te verkondigen dat we het allemaal beter doen, maar de klant haakt af. En de klant moet mee. Die is onze belangrijkste drijfveer en die zorgt ervoor dat die vraag structureel verandert. Dit zijn de idealistische plaatjes. Uiteindelijk hebben ze tegen mij ook gezegd, Onno, jij gaat daar hoe dan ook zo zitten. We gaan een foto van je maken. Want wij hebben het verhaal aan ze verkocht, zeg maar. Dus vroeg of laat gaan we dat doen. We hebben ook gezegd, we gaan afval, dat kennen wij niet meer. Het gebouw, daar stond 15.000 vierkante meter oude kantoren, die stonden er. We hebben gezegd, dat zijn de grondstoffen van het nieuwe gebouw. Plafondplaat hebben we eruit gehaald, hebben we behandeld zodat het voldeed aan de nieuwe akoestische eisen. We hebben het beton eruit gehaald, we hebben het bitumen eruit gehaald, teruggebracht naar de fabriek, nieuw bitumen met het oude bitumen gemengd. En zodoende hebben we uiteindelijk gaan we naar 80% van het gebouw. Gaan we ook aantonen met grondstoffenpaspoort. Gaan we aantonen dat het gebouw echt maximaal circulair is. En het leuke is aan dit soort dingen. Nu zeggen we 80% en de volgende keer durven we nog hoger te gaan. Want we zien wat er allemaal kan. Het is een leertraject. En dat is heel erg belangrijk. Wat we ook hebben gedaan zijn met de mensen van ToSwitch. Dat is een MVO. Partij. Hebben we benaderd en gezegd van ja, wij willen eigenlijk, want hier zie je die
Dan zie je het rook van de verbrandingsoven vandaan komen. De verbrandingsoven is de hel van de toekomst, hè? Even voor de helderheid. Daar verbranden we alle grondstoffen voor de toekomst. Nou, daar hebben we gezegd, daar gaan we de grondstoffen vandaan halen. En dit zijn uiteindelijk de binnengevels van het gebouw geworden. En die zijn als het ware gesprokkeld, zoals we dat vroeger in de natuur ook deden, door mensen van Toeswits. Dat zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dan hebben we uiteindelijk de binnengevel. Hier zie je het in aanbouw. Dat zijn de Piet Hein Eek binnengevels. Alleen per vierkante meter, dat is een ontwerpen van hele dure meubels. Daar kan je rustig 10.000 euro betalen voor tafel. En dan heb je misschien 2 vierkante meter. Nou, deze vierkante meters waren iets goedkoper. Klein verschil. Maar uiteindelijk hebben we het hele gebouw aan de binnenkant bekleed met deze gevels. En zo ziet het eruit. De combinatie, daar zie je het ook. De oude gevels, of de oude pallets, de oude grondstoffen, gecombineerd met de groene gevel. En maken we eigenlijk een gebouw dat architectonisch ook ontzettend gaaf is. Want uiteindelijk moet je ook, het kan rekenkundig allemaal kloppen. We kunnen zeggen, het is nul op te meten. Het klopt allemaal, het paspoort klopt, alles klopt, maar het moet wel gaaf zijn. We moeten er wel met z'n allen heel erg trots op zijn dat wij die wedstrijd van duurzaamheid hebben gewonnen. Dit is bijvoorbeeld ook detail van de dakrand. Die is helemaal strak getrokken. Jullie zien blokjes, maar dat komt door het scherm. Er zit geen blokje in. Dat is een folie die helemaal strak getrokken is. Dus ook qua details is het gewoon heel erg mooi uitgevoerd. Het leuke is om te vertellen van het dak. Daar hebben we 20% minder grondstoffen gebruikt. Omdat we niet de staalleverancier dat ding hebben laten bouwen, maar een kermisbouwer. En een kermisbouwer die wil zo min mogelijk gewicht op zijn vrachtwagen hebben. Want die moet het elke keer meenemen. Die denkt, ja, dat wil ik niet. Dus die denkt aan minder grondstoffen. En een, over het algemeen, iemand die een product verkoopt, wil zoveel mogelijk producten verkopen. Dat is niet voor een staalleverancier in het bijzonder, maar dat geldt voor heel veel leveranciers. En uiteindelijk moeten we ons realiseren dat het hier om gaat. Toen ik dit aan mijn collega liet zien, toen kreeg je natuurlijk weer de opmerking, ja, gaat het dan om de vrouw? Nee, tuurlijk niet, mensen. Het gaat niet om de vrouw. Het gaat erom dat we in de woning wonen en dat we leven. We moeten ons realiseren bij alles wat we doen dat we leven. En dat geldt ook voor de straten in Rotterdam, waar je 5 jaar, 6 jaar minder leeft. Dat blijkt nu uit onderzoek. Daar gaat het om. Het gaat om leven. We moeten gezonde woningen maken waar het gewoon plezierig is om te wonen. En waar je gewoon trots op kan zijn. En dat is waar wij graag aan willen bouwen. Want we weten uiteindelijk één ding. Als we hier vertrekken met z'n allen, dan wordt alles weer natuur. Dus wij bouwen met jullie aan de toekomst van Nederland. Dankjewel, Anan. Mooi verhaal. En ook heel leuk om te zien dat het zo in de praktijk wordt gebracht. Wil er iemand nog iets aan toevoegen aan dit verhaal? Of heeft er iemand een vraag? Ik kan altijd benaderen. Zou dat nou zo zijn dat mensen nou gewoon een beetje ingeslapen zijn? Of is het nou toch gewoon weer een prachtig voorbeeld? Ik denk, ga voor het laatste. Ik hoop het laatste. Je blijft in ieder geval nog hier, dus je bent benaderbaar. Ja, hartstikke goed. Dankjewel, Anan.